Vikas Aalsmeer begint vanavond aan de tweede helft van de reguliere competitie. De Aalsmeerders doen het tot nu toe beter dan het vorig seizoen, maar hebben net een paar zware nederlagen achter de rug. Tegenstander van vanavond is OCI Lions uit Geleen. Sinds vorige week koploper in de handbal-eredivisie. De Limburgers verloren tot nu toe slechts één keer en dat was van Vikas Aalsmeer. Maar weten de Aalsmeerders vanavond opnieuw te winnen van de Lions? Lions in de aanval, stand en evenwicht in de zevende minuut na een doelpunt van Tim Mullens, de nummer 2 van de ploeg van Gabri Rietbroek. Vikas Aalsmeer, ondanks het gemis van Wai Wong en Gabi Berjuvanu, beide geblesseerd, toch zeker gelijkwaardig aan de Lions in deze fase van de wedstrijd. En de mannen laten daarmee een heel ander gezicht zien dan in de wedstrijd van vorige week tegen Hurry Up. Dus de lichthart, goed bezig, zijn vierde doelpunt alweer van de wedstrijd, brengt in de tiende minuut Vikas Aalsmeer op een voorsprong van 3 punten, stand is 7-4. Baltempo is hoog en er wordt gespeeld met veel inzet en wilskracht. Dit is een doelpunt van George Stefanovic, ook nadrukkelijk aanwezig in de eerste helft met 5 doelpunten. Deze was fraai aangespeeld door Robin Boomhouwer, 9-6. Balverlies aan de kant van de Lions en een breakout van Vikas Aalsmeer met Rodrigo Huttinga. Vikas goed in de wedstrijd, kan zo lekker zijn eigen spelletje spelen. En zo kan Rodrigo Huttinga Vikas Aalsmeer op een voorsprong brengen van 6 punten bij een stand van 15-9. En het is diezelfde Rodrigo Huttinga die even later een tijdstraf van 2 minuten krijgt, waarvan de Lions optimaal profiteren. Hier een doelpunt van Marco van Ooy. Een paar dure minuten dus, want zo vlak voor rust slinkt de voorsprong alweer tot de helft. 3 punten nog bij een stand van 16-13. Aalsmeer raakt wat uit concentratie. Misschien dat vermoeidheid een rol speelt, maar de Lions gaan onvermoeibaar door. Want het is Nikola Miritschki die de Limburgers er weer in doet geloven. Hij maakt het laatste doelpunt van de eerste helft, want de mannen gaan de kleedkamer in bij een ruststand van 16-14. Dan de tweede helft. De voorsprong uit de eerste helft verdwijnt als sneeuw voor de zon als Iso Sluiters, de nummer 17 van de Lions, maar liefst 3 doelpunten in een korte tijd maakt. Iso Sluiters, hij zorgt ervoor dat Vikas Aalsmeer voor het eerst in de wedstrijd op een achterstand komt te staan, want de stand na 4 minuten spelen is 16-17. Zou dit het kantelpunt van de wedstrijd worden na zo'n eerste helft voor Vikas Aalsmeer? Of zijn er nog kansen zoals deze, Robin Boomhouwer? En het is een doelpunt. Robin Boomhouwer brengt de stand weer in evenwicht. Het is 22-22 met nog ruim een kwartier spelen. En dan misschien wel het moment van de wedstrijd. Robin Boomhouwer wordt hier aan zijn shirt getrokken, maar scheidsrechter Bol vindt het allemaal maar onzin. Hij vindt dat er gewoon doorgespeeld moet worden. Aanstellerij. Maar kijkt u rustig mee naar de beelden gemaakt vanuit het publiek. Met Boomhouwer onder in beeld. Wordt hier aan zijn shirt getrokken door Iso Sluiters en komt ten val. Veel commentaar vanuit het publiek. Maar ook van de Aalsmeerse trainer René Romeijn. Die hiervoor geel krijgt. Een opmerkelijke beslissing van de scheidsrechter. Die na de wedstrijd ook toegeeft een inschattingsfout te hebben gemaakt. Nou, door met de wedstrijd. Vika staat goed te verdedigen. En een breakout met George Stefanovic. Hij brengt de stand op 23-24 met nog een dikke 10 minuten te gaan. Snelle spelhervatting, maar de bal raakt de paal. Dan de laatste fase van de wedstrijd met nog een paar minuten te gaan. Als Iso Sluiters van de Lions het verschil toch weer op 2 punten zet. De laatste aanwijzingen van Vikas trainer René Romeijn. En de laatste loodjes van de wedstrijd, die wegen het zwaarst. Want Vikas Aalsmeer ontbreekt het gewoon aan kracht om nog op gelijke hoogte te komen. Remco van Dam zit er helemaal doorheen. Bal gaat over. Terwijl de Lions met hun brede bank en de vele wisselmogelijkheden nog onvermoeibaar doorgaan. Vikas zet dan nog in op man-op-man dekking. Maar dan is het toch Nikola Miritschki die vrij mag schieten vanaf de cirkel. Vikas Aalsmeer verliest in eigen huis van de Limburg Lions met 25-28, maar met opgeheven hoofd.
Ja, dat zei ik ook. Voor de wedstrijd al gezegd, vorige week tegen Hurriëp vond ik het iets te mat. En daar speelden we gewoon als ploeg niet goed. Deze wedstrijd hebben we in ieder geval laten zien dat we als ploeg konden handballen. En dat we alles gegeven hebben wat erin zat. En ik heb ook tegen de jongens gezegd voor de wedstrijd, ja, je speelt tegen de nummer 1. En hun zijn goed in vorm. En kijk maar of het wat te halen valt. Nou, dat heb heel lang zo gestaan, tot op het laatste moment. Nou ja, dan zie je inderdaad dat het misschien een beetje vermoeidheid was bij de jongens. De jongens hebben veel gespeeld. We hebben natuurlijk een hele goede bank zitten. Daarentegen ben ik wel tevreden over de wedstrijd. En, hier kunnen we in ieder geval mee door. De laatste twee wedstrijden was en niet geknokt en slecht gespeeld. En dan ga je er gewoon met 10 punten verschil af. Deze wedstrijd keihard geknokt, goed gespeeld. De wedstrijd duurde inderdaad ietsje te lang, net 5 minuten te lang. Je ziet gewoon naar hun, ze hebben gewoon onwijs goede selectie. Als er een nieuwe speler in komt, is het net zo goed. Groot, sterk. En dan mis je net het einde, die 5 minuten.